Als je 34 jaar niet wint in de arena, CQ de Meer, en je doet dat dan in de competitieverband vanavond wel, dan, ja, dan is dat mooi. Het gaat dan de boek in, zoals dat dan mooi heet. John van der Brom is een van de twee AZ-trainers die weet hoe het voelt als je wint op bezoek bij Ajax. Simon Paulsen en daar verlengd door Johansson. En dan staat AZ met 1-0 voor. In februari 2015 won AZ met 0-1 in de Amsterdam Arena. De andere trainer die met AZ won in Amsterdam voor de competitie was George Kessler. In oktober 1980 won zijn team met 2-1. Doelpuntenmakers waren Kees Piatol en Koert Welsel. Mede door die overwinning pakte AZ dat seizoen de titel. George Kessler kreeg voor zijn bewezen dienst een eigen lounge in het AFAS-stadion. En zo wint AZ voor het eerst sinds oktober 1980 een wedstrijd op bezoek bij Ajax in de competitie. Als Van der Brom zondag weer wint met zijn team, dan gaat hij echt de boeken in. Hij is dan namelijk de eerste Alkmaarse trainer die twee keer won van Ajax in Amsterdam. En wellicht krijgt hij dan ook een eigen ruimte in het AFAS-stadion.